hoe dan? Hoe gaan we de toekomst in en hoe gaan we dat inrichten binnen de zorg? Het samen gaan doen met familieleden, met buren, met andere mantelzorgers. En we daarmee dus heel boven de mensen kunnen blijven helpen. Het was een leerzame dag. De verzorging, alles was goed. De workshops waren leuk. Goed verzorgende dag. Ja, en weer veel inspiratie opgedaan. Iedereen kan wat zeggen. En het kan meedoen. En er is ruimte voor iedereen. En dat maakt het wel heel erg speciaal. En wat dat betreft is Vivent denk ik ook wel een heel goed bedrijf om te kunnen werken. Je werkt natuurlijk met mensen voor mensen. Dus het is ook heel fijn als je dan weet wat hun ervaringen zijn en waar hun behoefte aan hebben. Interessant om andere mensen te zien van hoe gaat het bij hun? Wat kan ik doen om misschien daar makkelijker mee samen te werken? Ik denk dat het vooral voor vandaag heel erg leuk is, omdat het altijd al zo beladen is. Maar hier wordt er weer een leuke touch aan gegeven en wordt er zeker bij stilgestaan, maar wel met gezelschap en met humor achteraf. Ik heb meer hoop. Ik heb hoop dat we met z'n allen het gewoon gaan aanpakken. Ik denk wel dat het belangrijkste is dat de zorg die je levert, dat die goed is en dat die menselijk blijft. En dat je met zorg en aandacht voor mensen aan het werk blijft. Met elkaar. Met elkaar. Dansen in de regen. Probeer er iets van te maken.